Sanne Thijssen op haar debuut hier op CC Eindhoven. Wint ze direct twee proeven. Donderdag won ze al met Ulena. Nu wint ze weer. Ja, Sanne, ik sprak net even kort Jur Vrieling. Die werd tweede. Hij zegt, ik begin al oud te worden. Ze rijmen eraf. Nou, het valt wel mee hoor. Maar Ulena is gewoon een enorm snelle Mary. Dus die kan zomaar een snel rondje neerzetten. Ja, en wat was jouw plan in de tweede fase? Want je reed echt van begin af aan meteen goed door. Tot vooral in de laatste wending heb je denk ik veel tijd gewonnen. Ja, wat mijn tactiek ook een beetje was, ik zag Henders 8, kon ik tijd nemen. Want dat was de laatste van de eerste fase. Als je die al iets schuins aannam, dan kon je zo doordraaien naar Henders 9. Dat scheelde ook weer anderhalve seconde dan dat je van binnen naar buiten sprong. Ja, en weer mooi. Twee strikken gewonnen, met tenminste twee oranje strikken. Donderdag de derbykwalificatie gewonnen. Wat is nou mooier, deze of donderdag? Op zich vind ik de derbykwalificatie ook heel mooi. Want ja, het is toch iets bijzonder. En ja, natuurlijk, allebei is wel mooi, maar de derby is misschien net iets mooier. Ja, en Eindhoven, hoe is dit concours van jou? Mooi hier? Ik vind het een enorm mooi concours. Heel veel mooie entourage. Heel mooi terrein. Ik kan fijn rijden. Dus het is heel mooi. En volgend jaar mag je wel geld op prijs rijden, toch? Ja, gelukkig wel. Maar het is nog een half jaar. Eigenlijk te lang, hè? Ja, zeker te lang. Nou, Sanne, tot volgend jaar dan als je hier weer staat. Maar dan als winnaar van de grote prijs of de derby. Dat zou mooi zijn.